is dinsdagochtend. Het is dinsdagochtend, 15 december. En het was kennelijk een hele drukke dag, vermoeiende dag, ook voor mijn moeder. Want ze slaapt nog en het is al 8:30. De taxi kan vanaf 9:15 à 9:30 al komen. Dus ik moet er wel echt even wakker maken. Ik weet, het is niet leuk om te doen, maar ja. Ze is zo in een diepe slaap, volgens mij. Ja, Elena. Oh, ze is wakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Lekker, hè? Ja. Ik even wel vast de gordijntjes open doen. Dat je een beetje licht hebt. Kijk. Waar ben je? Is leuk. Kijk, daar ben jij. Ja, mooi hè. Heel mooi. Ik vond het mooi. Kom je douchen? Ja, dan gaan douchen ook nog. Oh. Ja, ik vind het zo zielig. Ik wil er eigenlijk even laten liggen. Ja, maar is ja. Heel mooi. Het is voor mij ook vandaag een hele drukke dag met werk. Ik moet vroeg beginnen en ik ben pas om 8:00 klaar, 's avonds. Maar goed, check je later. Het is dinsdagochtend 15 december, 9:10. Ewa is gedaan. Eten, wassen en aankleden. Oh, ja, je moet nog tanden poetsen. Oh, ja. Dat is heel goed. Ik heb er zelfs een wasje in zitten. Ik heb de afwas zelfs gedaan van vanochtend. Nou ja, zo gaat het dus altijd hoor. Altijd een beetje multitasken. Dan weer dit doen, dan weer dat doen. Ik heb zelfs de was van 2 dagen geleden. Ja. Die hing, heb ik opgevouwen en in de kast gehangen. Heel mooi. Dat is heel mooi. Dat de S, ja, dat de S. En dat allemaal in minder dan 3 kwartier. Ja. Nou ja, je moet een beetje alles dubbel en dubbel. Ja, maar dat jij niet mee kan helpen, hè? Het zou zo handig zijn. Maar ja, ik doe het lekker allemaal alleen. Wie is alleen? Nee, iedereen is. Nou, ik heb echt een hele drukke dag, maar dat heb ik net ook al gezegd. Ik ben vanaf 1:15 gaan we naar Apeldoorn rijden. Oh, dat is een hele entree. Ja. Dan ben ik pas om 8:00 s'avonds rijd ik pas weer terug. Dus ik ben dat is een mooie. Het is een hele drukke dag. Maar ik moet nu eerst. Maar deze is wel mooi. Even 's ochtends ergens anders werken. Dat is een mooie. En daarna naar Apeldoorn. Daar dat is een mooie plek. Dat is een mooi plek. Van mijn collega's zien. Leuk. Heel leuk. Hey. Jee, ik ben echt super blij. De bestrating is gedaan en ik kan mijn fiets weer kwijt. Heel makkelijk in de fietsenstalling. Oh, ik ben echt super blij. Het is dinsdagmiddag 15 december en het eerste gedeelte van mijn werk zit erop. Ik ben even snel naar huis gegaan, even snel een broodje gegeten. En ik moet als een wieder weer ga naar Apeldoorn rijden. En dan is het tweede gedeelte van mijn werk is daar. Daar zijn we dan. Het is dinsdag 15 december en we zijn aangekomen in Apeldoorn. Want het was een hele toestand. Ik zou namelijk met de panda van Davy meerijden. Maar er was iets gebeurd, vertel maar. Ja, de panda die wilde niet meer stoppen met rijden. Met draaien. Ja, meestal, soms is het andersom, hè? Maar dan start hij niet meer. Maar deze wilde gewoon alleen maar starten en die bleef maar. Nee, en de sleutel was eruit, afgesloten en hij bleef draaien. Ja. Ja, dus het was een kleine paniek. Ja. Maar gelukkig was Bente to save the day. Dus ik moest snel naar huis fietsen. Snel de auto opgehaald, naar de Amstel. En nou, hier zijn we. Nog steeds veel te vroeg. Woe! Precies om 2:00. 2:00. Yay! Het is dinsdag 15 december. En we hebben zojuist net een lezing gehad. Onze eerste lezing. En we zijn nu eerst even een beetje een drankje aan het doen en thee aan het drinken en zo. En straks hebben we een lezing over psychoses. Dus ik ben heel erg benieuwd. We
hebben de laatste lezing gehad over onder andere psychoses. We gaan nu eten met z'n allen en dan krijgen we nog één toespraak en dan is de avond klaar en dan gaan we naar huis. Nou, iedereen is lekker aan het eten, alleen ik was te gulzig. We hebben een hele bord. Oh, jij wilt erop? Yeah. Je zit aan de wijn. Ik moet niet rijden. Oh, jij moet rijden. Ik ook niet. Roel wel. Maar dat weet je niet. Straks ga ik ook aan de wijn en de Roel aan de wijn. Oh ja, inderdaad. Ja. Maar mijn bordje is al zo ongeveer leeg. Ik was een beetje te gulzig. Zitten nu allemaal vol. Huh? En we zijn nog steeds aan het eten. Yeah. Yes. Het eten van hun komt nu vast binnen. En wat heb je voor lekkers? Oh, zo. Zo, het is 8:10 en we zijn klaar. En we hebben ons kerstpakket gekregen. Dus we gaan iets leuks uitzoeken. En ja, het was wel een hele vermoeiende dag, moet ik zeggen, met heel veel informatie. Maar we hebben het volgehouden, dus we gaan nu weer terug naar Amsterdam. Het is 9:30 en ik ben veilig thuisgekomen met onze collega's uit Amsterdam. En mama is lekker op de bank aan het chillen nog. Ik wil heel graag slapen, maar we hebben afgesproken dat 10:00 de tijd is dat we beiden gaan slapen. Want mijn moeder is dus incontinent. En om te voorkomen dat ik iedere ochtend aan het dweilen ben, wil ik haar zo laat mogelijk als kan nog naar de wc brengen. Dus om 10:00 s'avonds gaan we nu proberen. Zodat ze dan de hele nacht niet naar de wc hoeft, hopelijk. Want het is wel zo dat ze dan 's nachts de wc gaat zoeken. En dan gaat het dus mis. Of ze gaat in de broek plassen. En ja, de luier houdt niet alles tegen, helaas. Dus 10:00 is een... Voor mij, ik liefst slaap. Ik ga nu al slapen, maar ik moet eventjes volhouden. En dan hoop ik morgenochtend in ieder geval niet te hoeven dweilen. Fijne avond en morgen weer een dag. Doeg!